many of you are ready for today? En hoeveel van u zijn klaar voor vandaag? Hallelujah. I came ready with the Holy Ghost. Ik ben voorbereid gekomen met de Heilige Geest. Dus ik ben niet alleen gekomen. I've been in church since early in the morning. En ik ben al sinds heel vroeg vanochtend hier in de kerk. But I choose to be by myself. Maar ik heb ervoor gekozen om alleen te zijn. That's what I'll be doing along this year. En dat is wat ik veel zal doen dit jaar. Hallelujah. Hallelujah. You're all welcome. U bent van alle harte welkom. The people that came here for the first time. En de mensen die hier vandaag voor het eerst aanwezig zijn. You're all welcome. Ik heet u allen van harte welkom. Just sit and enjoy. Zit en geniet. The presence of God. Van de aanwezigheid van God. How many of you came with your Bible? En hoeveel van u zijn gekomen met uw Bijbel? We started last on the 31st. This is my first message in 2000. And, I think second message. In 2018. En dit is de tweede boodschap van 2018. So, I pray for you today. Dus ik bid voor u allen vandaag. You will see what the Lord has for you. Dat u ook ontvangt wat de Heer voor u heeft. And how many of you are rushing to go home today? En hoeveel van u zijn gaan overhaast naar huis vandaag? You don't need to rush. U hoeft vandaag niet te haasten. But by the time we are done from this place, want tegen de tijd dat we klaar zijn naar deze plaats, gaat u in één stuk. Hallelujah. Open your Bibles. En u mag uw Bijbel openen. Not this year. See that you're sweating. That's good. Open your Bibles to Psalms. En u mag uw Bijbel openen naar Psalm 92. Psalm 92. Look at your neighbor. Kijk naar de buurman. Say God doesn't just talk. En zeg God praat niet alleen. He talks with a purpose. Maar hij praat met een doel. Say he talks. With an objective. Zeg, wij spreken met een onderwerp. He talks with a plan. Met een plan. And he talks with a design. En hij spreekt met een ontwerp. You see, we don't just go to church. We gaan niet gewoon naar de kerk. I don't know people that just get up in the morning and go to church. En ik weet niet hoe mensen gewoon. There is a reason why we go to church. Alleen maar opstaan en naar de kerk gaan, maar er is een reden waarom we naar de kerk gaan. Is somebody getting it? Begrijpt iemand dit? I believe. Ik geloof. The body of Christ. Dat het lichaam van Christus. Must redefine. Moet herdefiniëren. We as believers. Dat wij als gelovigen. We must redefine. Moeten redefiniëren. Why we do what we do. Waarom wij eigenlijk doen wat we doen. So that it doesn't become another tradition. Zodat het niet gewoon zomaar traditie wordt. And it doesn't become another ritual. En dat het niet gewoon zomaar een ritueel wordt. You see. Ziet u? Every time in the church. Elke keer in de kerk. When you see the power of God. Wanneer u de kracht van God ziet. In the power of God. Is leaving the church. De kracht van God, het is alsof het de kerk verlaat. That means, dat betekent. You want to hug me this morning. You should be the first person that I'll give a hug this morning. En u zal de eerste persoon zijn die ik een knuffel zal geven vandaag. God bless you. God zegen. Every time. Elke keer. We notice in church. Dat we opmerken in de kerk. There is no power. Dat er geen kracht is. We are doing something that God did not call us to do. Dan doen we dus iets waar God ons niet toe heeft geroepen. The church is supposed to be a solution to the world. Want de kerk behoort de oplossing te zijn voor de wereld. Are you getting it? Begrijpt u dit? But there are many things that we are turning to traditions and rituals. Maar er zijn heel veel dingen die als traditie en rituelen hebben gedaan. You just get up in the morning and go to church on Sunday. En u gaat zomaar naar de kerk op de zondag en u wordt
means we should grow faster. We need to know the fulfilled better than that with the sea. Good Sunday. Which dress do I need to put on? Op zondag, ja, welke jurk moet ik nou aan? How do I need to paint my face? Hoe moet ik mijn gezicht aan? Which shoe do I need to wear? Welke schoen moet ik aan? I need to look good. Ik moet all that is good, but that is not going to change. Maar dat gaat helemaal niet veranderen. Amen. Amen. Tell somebody it's all good. Zeg tegen iemand, het is allemaal goed. But it's not going to change anything. Maar het gaat helemaal niet veranderen. God wants to do something with you, for you. Zeg tegen
us to fulfill his mandate on earth. Om zijn mandaat hier op aarde te vervullen. He needed oil. Had hij olie nodig. He needed the anointing. Hij had de zalving nodig. Are you getting what I'm saying? Begrijpt u wat ik zeg? He needed it. Hij had het nodig. In order to function. Om te kunnen functioneren. The Bible says, de Bijbel zegt. In the book of Luke. In het boek van Lucas. Chapter number 4. Hoofdstuk 4. Vers 14. Vers 14. Somebody get there for iemand me. Laten we daar naartoe gaan. And Jesus return in the anointing. Say in the anointing. Yes, yeah, in the selfie. Now, whenever you read your Bible, nu wanneer je Bijbel leest, your Bible talk about power. En uw Bijbel spreekt van kracht. It's talking about the anointing. Dan spreekt dat hier over de selfie. Say the anointing. Zeg de selfie. The anointing of the Holy Spirit into Galilee, and there went out fame of him through all the region round about. So Jesus, this Jesus did not do anything with ministry until he was first anointed. Tell somebody anointed. En Jezus deed dus niets in de bediening pas totdat hij gezalfd werd. Say anointed. Zeg gezalfd. When you read further down in this text, en wanneer u verder naar beneden leest in deze, you also notice, dan ziet u ook, Jesus could not teach. Dat Jezus niet kon onderwijzen. Continue to read for me. En laten we verder lezen. And he taught in their synagogue, being glorified of all. That means Jesus will only teach. How many of you have read the Bible? You say, wow, Jesus is an excellent teacher. En hoe ver kunnen we de Bijbel lezen? You say, oh, God, I want to be like him. Ik wil hem zijn. I have a good news. Dan heb ik goed nieuws voor u. The only reason. De enige reden. Why his teaching was so profound. Waarom zijn onderwijs het zo geweldig was. It's because of their anointing. Vanwege de zalving. Without the anointing. Want zonder de zalving. You will be a frustrated Christian. Zult u een gefrustreerde Christen zijn. The problems that are still in your life. En de problemen die nog steeds in uw leven zijn. The reason why they are still. They are still around you. De reden waarom ze nog steeds om u heen zijn. It's because is omdat. You don't know how to plug into the anointing. U niet weet hoe te pluggen in die zalving. And as long as. En zolang als. You don't know how to function in it. U niet weet hoe erin te functioneren. Or plug in it. Of erin te pluggen. You see. Ziet u. You will just be one of those Christians that come to church every Sunday and go home with the same testimony. En dan zult u dus gewoon zoals een Christen zijn, dat u elke zondag maar naar de kerk komt en dat u steeds weer met dezelfde situatie en hetzelfde verhaal naar huis gaat. My friends, ziet u mijn vrienden? More than 12 years ago, meer dan 12 jaar geleden myself, heb ik tegen mezelf gezegd. I don't want to be around anybody that is not taking me anywhere. Ik wil niet om iemand heen zijn die me nergens naartoe brengt. So, I don't want to sit under the feet of any pastor that my story is not changing. Kortom, ik wil niet zitten aan de voeten van een voorganger waar van mijn situatie te veranderen, want er is er helemaal geen zin voor. For me going to church. Dat ik naar de kerk ga. And then I remain the same person as I came from the world. En dat ik dan ook nog eens een keer dezelfde persoon blijf die ik ook in de wereld was. There is no use. Dan hoef ik toch niet naar de kerk te gaan. I should just stay in the world. Dan kan ik toch lekker in de wereld blijven. Smoke the joints. Gewoon die jointjes smoken. En gewoon lekker verloren raken. En vermaken.
somebody say Jesus came and died for us so that we'll go to heaven, really? En iemand zegt ja, maar Jezus kwam zodat we allemaal naar de hemel kunnen gaan. Ja, echt waar? Do you think so? Denk u dat dat zo is? Do you think that is the reason why he came? Denk u dat dat dan de reden is waarom hij is gekomen? To take you to heaven. Om u alleen maar naar de hemel te brengen. You're already in heaven. U bent al in de hemel. Wow. We have a higher calling. We hebben een veel hoger. We have a mandate. We hebben een mandaat. That is the reason why we are here. Dat is de reden waarom we hier zijn. Zult u zich alleen maar vervelen? Mm-hmm. Yes, that's true. I've met a lot of sad Christians. Ik heb namelijk heel veel verdrietige christenen gezien. All what they talk about is their problems. En het enige waar ze maar over kunnen praten is hun probleem. I have good news. Maar ik heb goed nieuws voor. God did not tell you that because you got born again, your problem will disappear. God heeft niet gezegd dat omdat u wederom geboren bent, dat uw probleem wel zal verdwijnen. Ziet u, laat me het zelf zo stellen. Problemen zijn goed. Zodat de zalving die problemen kan wegdrijven. It is the anointing. Het is de zalving. Upon your life. Op uw leven. That makes the devil to leave you alone. Die de duivel zorgt dat hij u met rust laat. Is somebody getting it? Begrijpt iemand dit? So we found out. Dus we hebben gezien. Jesus. Dat Jezus. Could not teach. Niet kon onderwijzen. Without the anointing. Zonder de zalving. Go down to verse 33 to 34 for me. En we gaan verder naar beneden naar vers 33 tot en met 34. And in the synagogue. Now listen. This was after he was. Dit was nadat hij. Was anointed. Say anointed. Gezalfd. Zeg gezalfd. Say anointed. Zeg gezalfd. And in the synagogue there was a man which had a spirit of an unclean devil. And the Bible says. In the Bible says. And cried out with a loud voice. Say, let us alone. What have we to do with thee, thou Jesus of Nazareth? Art thou come to destroy us? I know thee, who thou art, the Holy One of God. And the next verse. And the following verse. Where are we? And Jesus rebuked him, saying, hold thy peace and come out. Because he was. Waarom? Omdat hij was. Because he was. Hij was. Because he was. Omdat hij was ge. Zeg anointed. Zeg gezalfd. Zeg anointed. Zeg gezalfd. Zeg anointed. Zeg gezalfd. The Bible says. De Bijbel zegt. How God. Hoe God. Anointed Jesus of Nazareth. Jezus van Nazareth zalfde. With the Holy Ghost. Met de Heilige Geest. And power. En met kracht. Who went about doing good. Die rondging om goed te doen. And healing all that which are oppressed of the devil. En alle genazen die verdrukt waren van de duivel. For God. Want God was met hem. And the other day Jesus said, en aan de andere dag zei hij. The Spirit of the Lord. De Geest des Heer is op mij. For he has anointed. Hij heeft mij gezalfd. For he has anointed. Hij heeft mij gezalfd. Ziet u Jezus. Doet alleen maar bevrijden mensen. Omdat hij gezalfd was. Jezus. Doet alleen maar prediken. Omdat hij gezalfd was. Jezus. Alleen maar genezen. Omdat hij gezalfd was. Ziet u mijn vriend. Wij kunnen niets doen. What Jesus cannot do without. Niet kan, zonder kan doen. Are you getting it? Begrijpt u dit? If Jesus, als Jezus could not do without, niet zonder kon, the Holy Ghost, die Heilige Geest, the anointing, de zalving, then I have a new dan heb ik nieuws. You too cannot dan do without. Kunt u dus ook niet zonder dat. You can. Dat kunt u dus niet. And the anointing is not a difficult thing. En de zalving is niet iets moeilijks. Jij ja, is zo makkelijk om erin te opereren. It's the most simplest thing to function. Want het is het meest simpel om in te functioneren. Zo is. Zo makkelijk. That's why today I want to make it easy. En daarom wil ik het vandaag makkelijk. I came today with an anointing oil. Ik ben vandaag gekomen met een zalving. Because today I will anoint you with oil. Omdat ik u vandaag zal zalven met olie.
De zalving that will come upon you today, die op u zal komen vandaag, will be the beginning of change. Zal het begin zijn van verandering. You see, ziet u, David zei, David zei, Makosi, Makosi, Yahushata. Dat was geleerd. Lezunda yigadosi makuri. Lebete, 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 lebete. And David said, David said, the Lord, the Heer, is my shepherd. Is my companion. I shall not want. My embrace. He maketh me lie down in green pastures. Hij laat mij nederliggen in grazige weiden. He leads me beside still water. Hij leidt mij, hij voert mij rustige weiden. He leads me in the paths of righteousness for his name's sake. Hij leidt mij in de pad van de Heer. Yet though I walk through the valley of the shadow of the dead, ga ik door de verleiding voor, zal ik geen angst wezen. For thou art with me. Want u zijt met mij. Thy rod and thy staff, they comfort me. De stok en de staf troosten mij. Thou preparest a table before me. U bereidt een tafel voor mij. In the presence of my enemies. In de aanwezigheid van mijn vijand. Thou anointest my head with oil. Hij zalft mijn hoofd met olie. And my cup runs over. Mijn beker vloeit over. Surely your goodness and mercy. En uw goedheid. You see, can I talk to you? Ziet u, mag ik met u praten? David, when he was saying this psalm, David, toen hij deze psalm opzei, he was seeing himself as a sheep. Zag hij zichzelf als een schaap. And God as a shepherd. En God als zijn herder. Now in the east region. Nu in het oostelijke regie. In Israel. In Israël. When you see a shepherd and a sheep. Wanneer je een herder en zijn schaap zag. Because of the flies. Vanwege de vliegen. That pest. The sheep. Die de schapen pesten. So what did they do? Dus wat deden ze? Ze namen dan zalvingsolie. Ze namen olie. Ze wreven het over de dieren. Zodat de flies would stop harassing them. Zodat de vliegen ophielden met hen te plagen. En na vandaag. Elke satanische plaag. Over uw leven. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus. They put oil on the sheep. Ze deden die olie op die schapen. The oil. De olie. Drove the flies away. Dreef die vliegen weg. The flies could not come to the sheep anymore. En dus konden de vliegen niet meer op die schapen komen. They could not. Dat konden ze niet meer. Because of the oil. Vanwege de olie. The flies were harassing the sheep. Want de vliegen die plaagden de schapen. Those flies symbolizes demons. En die vliegen die will lift. Zal verheven worden. In the name of Jesus.
It is very important. Het is heel erg belangrijk. That we understand. Dat wij begrijpen. That the apostles. Dat de apostelen. Could not function. Niet konden functioneren. That we are not. Zonder de zalving. They could not do it. Ze konden het niet doen. That's why Jesus told them in Acts 1 verse 8. Daarom zei Jezus tegen hen in Handelingen 1 vers 8. Are we there? Zijn we daar? Is somebody there? Is iemand daar? Oh Jesus. I love you Jesus. Master Jesus. Oh, mighty Jesus. But ye shall receive the anointing. Say the anointing. The anointing. After that, the Holy Ghost is come upon you. And you shall be witnesses. So, without the anointing, you cannot preach. I know what you are thinking. Say, oh. Only the pastors. Alleen de voorgangers. And the leaders in church. En de leiders in de kerk. Need to be anointed. Moeten gezalfd worden. I want to crack a code. Nee, ik wil een code kraken vandaag. And I'm not going to teach there today. En ik ga daar niet vandaag vanuit onderwijs. Monday I'm going to go into maar op een meeting. Dag zal ik er gedetailleerd op ingaan. Listen to me, my luister naar mij, mijn vrienden. The day you got born again, de dag dat u wederom geboren werd, you were given a specific anointing. Werd u een specifieke zalving gegeven. They call it the leper's anointing. En ze noemen dat de Melaatse zalving. The leper's anointing. De Melaatse zalving. It identifies with sin. Dat identificeert zich met zonde. So you got born again. Dus u bent wederom geboren. The Holy Ghost came. De Heilige Geest is gekomen. And dwelling in. En woont in u. Now that anointing. Nu die zalving. You can check it in John 14. En u kunt het nakijken in Johannes 14. The Bible says he will be in you and with you. De Bijbel zegt hij zal in u zijn en zal met u zijn. That anointing never leaves you. Die zalving verlaat u nooit. It's always in you. Want het is altijd binnen in u. There's somebody is always in. Zeg tegen iemand het is in u. But also. Maar ook. There is another anointing. Is er een andere zalving? They call it the priest. Die noemen ze de priesterlijke zalving. Hallelujah. Now, most believers. Nu de meeste gelovigen. They are stopped. Zijn geëindigd. With the leper's anointing. Bij die Melaatse zalving. That's why. En daarom. You never see anything happen with your life. Zie je dus ook nooit iets gebeuren met hun leven. They go to church every day. Ze gaan elke dag naar de kerk. And nothing happens. En er gebeurt maar niets. They cannot go to the street to evangelize. Ze kunnen niet de straat rond evangeliseren. They cannot even talk to their colleagues about Jesus. Ze kunnen niet eens met hun collega's praten over Jezus. They are always shy. Want ze zijn altijd zo verlegen. Ashamed. En zo beschaamd. Are you getting it? Begrijpt u dit? Do you know that every time that you are not preaching the gospel, somebody is preaching his own sermon to you? Weet u wel dat iedere keer dat iemand niet het evangelie tot u predikt, dat hij zijn eigen prediking tot u predikt? Of weet u dat soms niet? Go to your job. Ga maar naar uw baan. Somebody come and complain. Iemand komt dan wel naar u klaar. That is the person's message. En dat is die persoon zijn boodschap dan voor u. Your colleagues, they tell you about your problem. Want uw collega's vertellen u over hun problemen. Dat is hun prediking. They tell you about their boyfriend. Ze vertellen u over hun vriendjes. Dat is hun prediking. Begrijpt u dit wel? Dus, somebody is talking about the devil. Wanneer iemand niet over Jezus praat, praat hij over de duivel. So we have the priesthood anointing. We hebben de priesterlijke zalving. The Bible says we are a royal priesthood. De Bijbel zegt dat wij royale priesters zijn. Now, why don't we function in it? En waarom functioneren wij er dan niet in? We don't surrender to God. Omdat wij ons niet overgeven aan God. It is the priesthood anointing. Het is de priesterschapszalving. That makes you. Die u maakt. To sense the presence of God. Om de aanwezigheid van God te ervaren. And to experience peace. En om vrede te ervaren. But it only counts.
Maar het komt alleen. Als u surrender. Als u overgeeft. Somebody say, I already surrender. En iemand zegt, ja, maar ik heb me toch al overgegeven. To God. Aan God. But, maar. What do you mean? Wat bedoelt u dan? You see, surrendering is a daily choice and a daily decision. Overgave is een dagelijkse beslissing. Een dagelijkse keuze die u maakt. Is somebody getting it? Begrijpt iemand dit? And when you know how to surrender to God daily. En wanneer u weet hoe u dagelijks moet overgeven aan God. You start experiencing His presence. Dan begint u dus ook zijn aanwezigheid te ervaren. Yes. Now, the priesthood anointing. Nu de priesterschap zalving. Is what also helps you to preach the gospel. Is wat u ook helpt om het evangelie te prediken. You need the priesthood anointing. U heeft die priesterschap zalving nodig. To fulfill your ministry. Om uw bediening te vervullen. I don't want to talk to you about the kingly anointing. En ik wil niet het hebben vandaag over de koningschapszalving. Ik ben het nu hier op. I want to stop in this one. Maar ik wil hierbij blijven nu. The priesthood anointing. Over de priesterschapszalving. Are you getting it? Begrijpt u dit? It is what enables you. Het is wat u bemachtigt. To go about. Om te gaan. Preaching the gospel. En het evangelie te prediken. Talking to people about Jesus. Om met mensen dus te spreken over Jezus. I am not saying this is the anointing for office. En ik heb niet gezegd dat dit de zalving is voor de ambt. This is the anointing for all of us. Maar dit is de zalving voor het ieder van ons. As children of God. Als kinderen van God. So that we will do what God called us to do at our level. Zodat wij zullen doen wat God ons toe geroepen heeft op ons niveau. Is somebody getting this? Begrijpt iemand dit? They call it the priesthood anointing. Ze noemen dit de priesterschapszalving. It was the priesthood anointing. Het was die priesterschapszalving. That came upon the 120 in the upper room. Ik ben wederom geboren, maar ik heb toch mijn eigen manier. Ik ben
I told you, ik heb u al gezegd. The whole of 2018. Dat heel 2018. There will be no message that will not provoke you to change your life. Dat er geen enkele boodschap zal zijn die uw leven niet zal uitdagen. There will just be no message. Er zal geen enkele boodschap zijn. Because I think what is missing in the church. Want ik denk wat er zo ontbreekt in de kerk. Is the realization. Is de realisatie. That I am not just anybody in church. For my people have committed two evils. They have forsaken me, the fountain of living water. You see, water symbolizes the Holy Spirit. Water symboliseert de Heilige Geest. And the thing about the power, the anointing is, it never runs dry. Because God always flows out. Opdroog, want God stroomt altijd uit. But you are the one that needs it. Maar u bent degene die het nodig heeft. So you need to plug to it. Dus u moet erin pluggen. Are you getting this? Begrijpt u dit? Is somebody getting this? Begrijpt u wat dit? Yes, they are forsaking the Holy Ghost. How do you forsake it? Ze hebben de Heilige Geest verlaten. En hoe kunt u hem verlaten? Prayer. Door gebed. Studying of the word. Door het bestuderen van het woord. Fellowship. Door gemeenschap. With him. Met hem. And also listening to preaching. En ook door het luisteren naar predikingen. Are you getting this?
beschrijft u dit? The problem with the church. Het probleem met de kerk. You hardly see people that are planted. Is dat u bijna geen mensen ziet die echt geplant zijn. You see believers that pick from them. Maar u ziet gelovigen die overal een stukje van aanpakken. Before you know the start en voordat u weet, beginnen ze voorgangers ook nog eens stukken met elkaar te vergelijken. Then they got confused. En dan raken ze verward. Can I talk to you? Maar mag ik met u praten? Our problem is. Ons probleem is. You don't know the relationship between a sheep and a shepherd. Is dat we niet de relatie kennen tussen een schaap en een herder? The church don't know that. En de kerk die kent dat when niet. You go to Israel, wanneer u naar Israël gaat. Every shepherd. Elke herder. Has a way in which they mentor the sheep. Heeft een manier hoe ze de schapen mentoren. They mentor the sheep. Ze mentoren die schapen. According to the skills given to them by God. Volgens de vaardigheden die ze zijn gegeven door God. You never see the sheep. U ziet moving from their shepherd into another shepherd's home to be there because they will not understand what is going on. Amen. En u ziet de schaap nooit naar een andere schapenherder gaan en naar zijn hoede omdat ze niet weten wat er anders gaan is. That's why a great sheep. En daarom een geweldig schaap. Follows. Die volgt gewoon. The Bible says. De Bijbel zegt. The Lord is our shepherd. De Heer is onze herder. The Jesus. Maar Jezus. Has placed in his church. Maar ze hebben allerlei soorten diversiteiten. Sometimes what the enemy teach you is wrong. En soms wat u zelf onderwijst is zelfs verkeerd. God knows why he plant you in a particular church. Als God weet waarom hij u geplant heeft in een specifieke kerk. Are you getting it? Begrijp je? Don't be a goat. Wees niet als een geit. Don't be a sheep. Wees gewoon een schaap. Are you getting it? Begrijp je? The sheep. De schaap. Are the ones that are anointed. Zijn degenen die gezalfd. Goats are never anointed. Kijk, die worden niet gezalfd. Today. It is very important. Dit is ontzettend belangrijk. We lack knowledge. We hebben gebrek aan kennis. That is why we behave the way we do. Daarom doen we zoals we doen. Is somebody getting this? And the Bible says. En de Bijbel zegt. And they have hewed them out cisterns, broken cisterns that cannot hold water. False hopes. En dit heeft te maken met valse hopen. You trust in things that are not working. En dat betekent dat u dus vertrouwt op dingen die niet werken. You trust in your bank account. U vertrouwt op uw bankrekening. Every morning. Elke ochtend. Staat u op. En het eerste wat u controleert. Is how much money is there. Is hoeveel geld er op uw bankrekening staat. Maar ik heb goed nieuws voor u. Your income will not make you rich. Uw inkomen gaat u niet rijk maken. Sorry, I know they don't teach you. En het spijt me, ik weet dat ze dat niet hebben onderwezen in de kerk. You can listen to some of the financial tapes. U kunt luisteren naar de financiële audio's. If somebody doesn't receive you and favor you, your personal income cannot help you. Want als iemand u niet ontvangt en begunstigt, kan uw eigen persoonlijke inkomen u dus niet behulp zijn. And the anointing. En de zalving. Is what brings. Is datgene wat God zal brengen. Somebody getting it. Begrijpt iemand dit? So stop relying on your efforts. Dus hou er mij op om op uw eigen kunnen te bouwen. Effort, want uw eigen kunnen zal u frustreren. That's why it's not by might. En dat is nog door kracht, nog door geweld. It is by the Spirit. Maar het is door de geest. Is somebody getting this? Begrijpt iemand dit? False hopes. False hopen. A lot of believers say are false hopes. En vele gelovigen hebben valse hopen. God told you to be in a particular place. God heeft u gezegd dat u moet gaan naar een bepaalde plaats. Go in another place. Maar nee, u gaat naar een andere plaats. Are you surprised? Bent u dan niet verrast? Why nothing worked for you? Waarom ook niet daar voor u werkt? Preach! Come on. Preach! And you are saying. En u zegt dan ook. My wife is dry. Ja, mijn leven is zo droog. It's good that you know it's dry. Het is goed dat u weet dat het droog is. You need the oil. Tell somebody you need the oil. Say you need the oil. Say you have the oil nodig. And you see the good news about the oil, you cannot buy it. Het goede nieuws van de olie.
olie is, is dat het niet iets is wat u kunt kopen. Only God gives. Want alleen God kan dit geven. What do you want to be this 2018? En wat wilt u zijn deze 2018? Are you not tired? Bent u er dan niet moe van? Of the same old school? Van hetzelfde oude verhaaltje? Are you not tired? Bent u er niet moe van? Of fornicating? Van dat u overspel pleegt. Lying. Dat u liegt. Cheating. Dat u bedriegt. Being disobedient. Dat u ongehoorzaam bent. Are you not tired? Bent u daar niet moe van of zo? Van uzelf. Now in church, pastors, don't let me talk about that one. En nu tegenwoordig in de kerk, volgens ons daar niet eens over te zeggen. We will lose members. Ja, maar dat gaan we wel. We also don't want to entertain flies. Maar ik wil ook geen vliegen maken. Come on. Hey, wow. I don't want flies. Ik wil geen vliegen. Nee hoor. The church is not for flies. Want de kerk is niet voor vliegen. Come on, yeah. So if you're a fly. Dus als je het vliegt bent. That doesn't want to change. Die niet zo veranderen. You can leave. Yes. 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 We don't beg people. Wij gaan geen mensen smeken hoor om in de kerk te blijven. We train you. We trainen u. To get into God's best. Om in God's best te gaan. Yes. If you don't know how to deal with your fine self in fornication, get married. En als u niet weet hoe je consequenties in marriage. Met overspel moet, met echtbreuk moet omgaan, dan moet u gaan trouwen en dan moet u ook met de consequenties handelen van het huwelijk. Simpel. Zo is het. Klaar. Want dat zijn de dingen die juist afsnijden de zalving van het werken in uw leven. Sin zonde verdrijft die priesterschap zalving. Sin zonde doet dat. Many believers. Vele gelovigen. The reason why there is no power. De reden waarom er geen kracht is, is omdat ze leven in zonde. En dit horen we niet in de kerk. You see, ziet u? My friends, mijn vrienden. If I take this bottle, als ik deze fles neem. And I put it under the sun, en ik leg het onder de zon. It will begin to evaporate. Dan begint het eruit te spatten. How many of you know that? En hoeveel van u weten dat? It's oil. Omdat het olie is. It evaporates. Het spat. That's why every day. En daarom elke dag. You need to make a choice. Moet u dus een keuze maken. To surrender to God. Om u aan God over te geven. So that he will keep on filling your life. Zodat hij u kan blijven vullen. You're not doing your pastor a favor. En you I don't blame you. En ik neem het u zelf niet kwalijk. When your pastor is preaching to you like he is begging you to sit in church. Want wanneer uw voorganger tegen u preekt alsof hij smeekt om u in de kerk te houden zitten. You think I need to church to happy. Dan denkt u dat als u naar de kerk komt dat u kan verhelden. Maar ik heb nieuws voor u. The shepherd. De herder. The sheep was made for the shepherd. Not the shepherd made for the sheep. Gemaakt voor de herder. You need the pastor. Simpel. Yeah. Zo is het nou eenmaal. Echt, hè? Right, there is a sheep. En daarom is er een schaap. And there is a shepherd. En er is een herder. The sheep needs the shepherd. En de schaap heeft die herder nodig. And the duty of the shepherd. En de taak van die herder is, to educate the sheep. Is om dat schaap te scholen. To be what call the sheep to be. Om te zijn waar de schaap. Not to control them and sit on them. Toe heeft geroepen en niet om ze te manipuleren, om ze te controleren. We don't practice witchcraft. Wij doen niet aan hekserijen in de kerk. I think a lot of churches there is just witchcraft. En ik denk dat gewoon heel veel kerk gewoon hekserij is. Preach. Ja, ja. This oil evaporates. Deze olie spat. And another thing about this oil. En iets anders van deze olie. If this bottle breaks. Is dat als deze fles breekt. Dan begint het te lekken. Now the Bible says. Nu de Bijbel zegt. Give no place to the devil. Geef geen ruimte aan de duivel. That word place means. Dat woord ruimte betekent. Avenue. Avenue. It means gelegenheid. An opening. Het betekent een opening. Unforgiveness. Dat door overgevensgezindheid. Bitterheid. Bitterheid. Come on. Door trots.
Ik kan ze hier allemaal opnoemen, ik ga er niet bij stoppen dan, hè. Anga. Woede. Gossip. Roddelen. Al deze dingen zorgt ervoor dat de olie lekt. You are the one that created the holes. U bent degene die die gaten creëert. God did not. Dat heeft God niet gedaan. I'm helping you. Ik help u. You see, I'm just picking some things. Ziet u, ik pak gewoon dingen. Because I will teach on the anointing on the third month. That is March. En omdat ik zal onderwijzen over de zalving, dat is de derde maand in maart, en ik ga het onderwijzen 3 maanden lang. There's somebody in Lixa. Zeg tegen iemand, ik leg eruit. There are nothing about oils. En dan iets anders met olie is. How many of you have a car? Is hoeveel van u hebben een auto? How many of you know your car need oil? Hoeveel van u weten dat? How many of you know the oil need to be changed? Maar hoeveel van u weten dat de olie moet worden ververs? Why do you need to ask why? Waarom vraagt u zich niet af waarom dat is? I'm afraid. You see? Ziet u? When a car is using oil. Wanneer een auto olie verbruikt. The oil starts losing its thickness. Dan begint die olie zijn dikheid te verliezen. What makes the car smooth to drive? En wat de auto heel erg vloeiend laat rijden. It starts becoming light. Is dat het licht wordt. Then the color also changes. En dan verandert de kleur ook. Now if you don't change the oil. Als u de olie niet ververs. There will be friction. Dan zal er wrijving gaan plaatsvinden. So we bring our cars to the dus dan brengen we onze auto's naar de garage. To change the oil. Om de olie te verversen. Zodat het op de juiste manier kan functioneren. You must come to a place. U moet op een punt komen. Where the oil over your life must change. Waar de olie over uw leven moet verversen. Through prayer. Door gebed. And fasting. Door vasten. Through prayer. Door gebed. And fasting. Vasten. And you begin to change your oil and shift gears. Uw olie dan te verversen en in een andere versnelling te gaan. Because any child of God. Want elk kind van God. That the devil has mastered your ways, you have a problem. Waarvan de duivel uw manier heeft overmeesterd, dan heeft u een probleem. You ought to be surprising him every day. U moet hem namelijk elke dag verrassen. Is somebody learning something? Yes. Say the anointing. Zeg de zalving. Say the anointing. Zeg de zalving. So you see, it is the anointing. Dus ziet u, dit is de zalving. That brings a change. Dat de verandering voortbrengt. You need it. U heeft het nodig. I need it. Ik heb het nodig. Everybody needs it. Iedereen heeft het nodig. Every man of God on this planet needs it. Want elke man van God op deze planeet aarde heeft het nodig. You are complaining too much. U klaagt te veel. Because you lack the oil. Omdat u gebrek heeft aan de olie. Mm. You see, ziet u, my friends, mijn vrienden, it is the oil, het is de olie, the anointing, de zalving, that breaks the yoke, die het juk breekt. Some people say, well, sommige mensen zeggen, nou, we don't need it. Wij hebben niet nodig. I just need to lay my hands on you. Ik heb het gewoon nodig om handen te leggen op mensen en over te blazen. Shut up. Hou uw mond. I don't care who teach you that kind of bad doctrine. Het interesseert me niet wie die slechte leer hebt onderwezen. Are you getting it? Begrijpt u dit? You don't tell God what to use. U gaat niet tegen God zeggen wat u moet gebruiken. If God, als God can use a stick, een stokken gebruiken, to cause an ox to swim on water, om ervoor te zorgen dat er een oks op de water zwemt. There are times that God, een bijl die op het water zwemt, er zijn tijden dat God tell what to use for. En zal vertellen tegen u dat u die olie niet moet gebruiken. Lay hands. Leg handen. That's why the oil too is not a ritual. En daarom is het olie ook niet een ritueel. We don't worship the oil. Wij aanbidden de olie niet. It is not the oil. Het is niet de olie. This is just a symbol. Dit is alleen maar een symbool. It is a prayer. Het is een gebed. Over this oil. Over deze olie. And apply it. En toegepast in geloof. That produces results. Dat resultaat produceert. Amen. Yes. But the oil. Maar de olie. Is a point of contact. Is een punt.
anointed person. En wandel dan ook als een gezalfd persoon. Pray in tongues. Bid in tongen. Read your Bible. Lees je Bijbel. Activate it. En activeer het ook. The anointing must be activated. Want de zalfing moet geactiveerd worden. Every day. Elke dag weer. Not sometimes. En dus niet soms maar even. I'm talking about the priesthood anointing. Ik heb het hier over die priesterschap zalfing. Are you getting it? Begrijpt u? But sin will drive it away. Maar zonde zal dit wegdrijven. Your own plan drives it away. En uw eigen plan zal het ook wegdrijven. Somebody say what? En iemand zegt nou. I have my own plan. Ik heb mijn eigen plan hoor. What if I don't want God's plan? Wat als ik Gods plan dan niet wil? It's good. Is goed. He's not angry with you. Hij is niet boos dan op u. But the anointing will not work for you in that area. Maar zalfing zal dan ook niet op dat gebied voor u werken. It's your choice. Dat is dus de keuze aan u. The anointing will not work for you in that area. Want de zalfing zal dan op dat gebied niet voor u werken. We children of God. Wij als kinderen van God. We must know. Moeten weten. That God is not a manipulator. Dat God geen manipulateur is. God is not there about controlling people. God is daar niet om mensen te controleren. That's why he gave you a will of your own. En daarom heeft hij u dus ook een eigen keuze gegeven. God is love. God is namelijk liefde. It is your choice. En het is dus uw keuze. Om hem te volgen. Will you choose your way? Of u kiest voor uw eigen weg. I don't believe. Ik geloof niet in controlling people. In het controleren van mensen. But I believe. Maar ik geloof in teaching them the word. In dat ik ze het woord onderwijs. So that when things are not working for you. Zodat als het dingen niet voor u werken. You will not easily blame the devil. Dat u niet makkelijk de duivel de schuld zal geven. You will start with yourself. Maar dat u altijd eerst bij uzelf begint. What are you not doing that you are supposed to be doing? Van wat doet u dan niet wat u eigenlijk wel hoort te doen? It is simple. Het is heel simpel. Tell somebody the anointing. Zeg tegen iemand de zalving. Tell somebody the anointing. Zeg tegen iemand de zalving. Tell somebody the anointing. Zeg tegen iemand de zalving. So we have to know. Dus we moeten weten. It is the anointing. Dat de zalving is. That enables us. Die ons bemachtigt. To do what God called us to. Om te doen waar God ons toe geroepen heeft. Today we are all here. Vandaag zijn we hier alle aanwezig. God. Doesn't only want us. Wil niet alleen het juk over uw leven breken. Neither those demons that have been harassing you. En ook niet de demonen die u hebben lastiggevallen. But today, maar vandaag, not tomorrow, niet morgen, you will anoint you to zalven to do exploits. Om grote kloeke daden te doen. In your business. In uw bedrijf. At your job. Op uw werk. Wherever you are. Waar u ook bent. Upon your wife. Op uw vrouw. Upon your husband. Op uw echtgenoot. Over your children. Over uw kinderen. You see. Ziet u? The oil. The olie. Where is it? Yes, let it be. Don't touch it. It's so soft. Say soft. En het is zo zacht. And it's greasy. En het is vettig. That means it's easy. Dat betekent dat het makkelijk is. It makes it easy to walk with the anointing. Het maakt het makkelijk om met de zalving te werken. It is not something that is hard. En het is niet iets wat heel erg moeilijk is. And today, en vandaag. The same olive oil. Dezelfde olijfolie. That they used to make the anointing oil. Die ze gebruiken om de zalving olie te maken. We have it today. Hebben we vandaag. Somebody said that it doesn't have meh. It doesn't have cinnamon. Iemand zegt ja, het heeft geen mirre of parfum erin. Do we have a lot of religious people here? Maar hebben hier allemaal geleerde religieuze mensen dan? I have an oil here with meh and all those things. Mirre en al dat soort dingen erin. That's powerful. Dat is heel krachtig. But I'm gonna use this one. Maar ik ga deze gebruiken. Amen. You know our problem? We are so caught up in tradition. We zijn te veel bezig met traditie. Now we go to me. Should I? This is the one to use. Lieverd, deze ga ik gebruiken. I'm using this oil. En ik gebruik deze olie. What is very special? Wat is heel speciaal. For me, I will not use it. But I took this oil from Bogotá. Maar ik heb deze olie uit Bogotá meegenomen.
I flew with it. Ben ermee gevlogen. And I put it on the altar. En ik heb het op het altaar gelegd. And I told God. Ik zei tegen God. That same anointing. Diezelfde zalving. Yes, diezelfde zalving. That's same anointing. Diezelfde zalving.